vandaag heb ik weer een nieuw video. Vandaag een video over make-up. Altijd. Vandaag dus een video over mijn 10 aanraders onder de 10 euro. Dus je hebt alleen maar 10 euro. En dan kan je dus ook wel gewoon make-up kopen. Dus dat is wel leuk. En van sommige dingen laat ik er 2 zien. Dus dan denk je niet zo van... Dan moet je gewoon 1 kopen. Maar ik laat er dan 2 zien. Ook wel leuk. En zoals mijn achtergrond een beetje zwart lijkt. Omdat het dus heel donker is. I don't know. Heel gruw. Ja, ik weet niet. Maar dat is dus... Ja. Het allereerste make-up product is een mascara. Deze is van de Action. Ja, van de Action. En is echt een super fijne mascara. Dit is de Maximum Volumizing Intense Black Extreme Volume Mascara van Maximum. Dus dit is echt een super fijne mascara. Ik heb hem nu ook op, alleen niet zoveel heel veel zeg maar. Ik vind hem echt super fijn. Het bostertje is ook echt super fijn. Het is gewoon heel erg fijn. Ik zal hem zo laten zien. Ja, gewoon zo'n bostertje. Alleen is het bijna op bij mij. Want ik vind hem echt heel fijn. Het is ook mijn goedkoopste product die ik laat zien in deze video volgens mij. Dus dat die dus. En dan lipstick. En dan heb ik er 2 van de Primark. Ik heb een nude kleur en een rode kleur. Ik vind ze allebei super. Ik gebruik alleen deze veel meer. Want het is toch wel iets minder opvallend. Het is toch wel iets rustiger dan de rode tint. Ik heb deze nu ook op. En ik vind rood eigenlijk ook wel gewoon mooi bij mijn huidskleur, zeg maar. Haar ook, zeg maar. Dus deze vind ik echt super fijn. Ik heb de kleur nummer 03. En nummer 06. En ik vind ze echt heel erg fijn en mooi. En deze zijn trouwens 2,50 per stuk. Dus ook super leuk voor deze video. Dan een wenkbrauwpotlood. En deze is van de HEMA. Dit is echt... Ik heb deze nu al 3 keer opgemaakt of zo. Of 2 keer of 4 keer. 3 keer of zo. Dit is echt een super fijn wenkbrauwpotlood. Ik wil alleen het Catrice wenkbrauw setje nog gaan proberen. Als je die hebt, laat het weten hier beneden of jij hem fijn vindt als je zo licht bent als mij met deze haarkleur. Dus als jij die kleur dus ook hebt, laat het weten. Dus ja, deze is dus in de kleur nummer 10. Ik heb best wel een lichte wenkbrauw volgens mij. Valt ze nog een tint lichter of zo, weet ik het. Ja, deze is. En die vind ik echt heel fijn. Dan heb ik een foundation. Ik heb deze nu een week. Maar deze is echt super fijn. Dit is de Catrice Even Skin Tone Beautifying Foundation nummer 005 Even Ivory. Ik vind deze nu echt veel fijner dan deze. Want deze vind ik ook wel gewoon prima. Gewoon fijn. Maar deze is echt veel beter. Deze is wel iets duurder dan deze. Maar ik vind deze echt veel fijner. Deze is trouwens 7,60 euro dacht ik. Maar deze is echt heel fijn. En ik vind deze wel dat deze iets dikker is ofzo. Dat het iets... dekkende is, zeg maar, of zoiets. Hij is gewoon fijn en is gewoon echt wel aanrader. Dus dat is die dus. En dan het volgende product is een oogschaduwpaletje van Essence. Deze is de Essence All About the Nude. Ik heb alleen het oude setje nog. Want deze is nu vernieuwd of zoiets met 8 kleuren of zo. En deze is nog met 6 kleuren. Maar ik vind dit echt een super fijn palet. Gewoon, het is gewoon super fijn. En ik gebruik altijd deze tint en die tint bij elkaar. Deze als highlighter. Ik zal hem zo laten zien. En deze tint. Deze champagne-achtige kleur met deze bruine tint. Ik zal misschien nu eens een keer een video van maken. Alleen deze is niet meer te koop. En misschien zit er nu zo'n paletje met andere kleuren. Die er een beetje op lijkt. Dus als jij dat weet, laat het weten. Want dit is echt wel een super fijn doosje. En het is gewoon super fijn. Dus als die dus. Dan een soort van highlighter. En deze is van Catrice. De Liquid Metal Eyeshadow. Dit is echt een super fijne oogschaduw. Het is gewoon super gepigmenteerd. Ik zal het even laten zien. Kijk, dit is het pigment.
Dit is de kleur dus. Het is een super mooie witachtige oogschaduw. En ik gebruik deze nu altijd als binnenste ooghoekkleur. Ik vind dit echt een super fijne highlighter. En soms ook op mijn gezicht. Want ik vind hem daar wel iets opvallend, zeg maar. Want het is toch wel... Ja, je ziet hem best wel zitten. En het is toch wel wit, zeg maar. En trouwens, ik laat echt super veel zien van Catrice. Dat zie ik nu pas. Maar ik vind het echt gewoon een super fijn merk. Dus dat is die dus. Dan het volgende is ook van Catrice. De Primat Fine Professional Contouring Palette. Dit is dus een bronzer en een highlighter. Ik vind zelf persoonlijk vind ik de bronzer veel fijner dan de highlighter. Zo, prettig veel. Maar deze is, ik vind deze echt super fijn. Ik gebruik hem elke dag. Het is gewoon een super fijn product. En deze highlighter vind ik wel fijn, maar niet echt dat je zegt van ja, mooi. Want het is niet echt heel erg. Ja, je ziet het niet echt, omdat kijk, dit is de highlighter. Deze. Je ziet hem bijna niet, dus ik vind hem niet echt heel mooi. Maar die bronzer is wel gewoon mooi. Ik zal hem ook wel zwartje. Kijk, dit is de bronzer. Deze is wel gewoon goed. En die zit hier dus. En die zie je dus wel apart. Maar die is wel heel erg fijn, dus die. Trouwens, alles. Deze is volgens mij 5 euro. En deze is 4 euro. Was 4 euro. En deze is 7,60. En deze zijn 2,50. En deze trouwens 2 euro. En deze is... 3 euro, 4 euro of zo. Trouwens, ik vergeet altijd de prijs te zeggen in zo'n video. Dus, sorry. Dan het volgende product is het Catrice Blush Artist Shading Palette. Ik vind het echt een super fijn palet, ja, voor blush. En het is ook een blush palet. Dus met deze roze kleur en deze. Dat is wel logisch. Ja. En ik heb nu volgens... Ik heb deze opgedaan. Deze koraalroze kleur. Deze. Zal ik even swatchen voor die. In mijn hand. Dat ga ik even doen. Dat is wel leuk. Dit is zwart. Mijn vingers. En nu zit ze dus hier zo. Deze roze. Dan deze koraal. En dan een soort van highlighter blush. Trouwens, ik weet nog steeds niet... Of het nou een highlighter is of een blush. Of als iemand dit weet, laat het dan even weten. Want ja, ik weet het nog steeds niet. Ik gebruik hem nu als highlighter gewoon. En soms als blush, als het gewoon best wel opvallend is, dan als blush. Maar het is wel gewoon fijn. Deze is trouwens 5 euro of zo. Dus super goedkoop. En dit is trouwens in de kleur 020 Coral Eye Need. Dus dat is die kleur. Dan een lipstick. Ik vind deze kleur echt super fijn. Het is een soort van paars-roze-achtige kleur. En dit is in de kleur Candy Crush. Dus van de Eats trouwens. En deze is 4 euro. Dat weet ik dus wel. Super mooie roze-achtige kleur. En ik vind het echt super fijn. En het is gewoon... Ja, het is wel opvallend. Maar het is toch wel leuk om gewoon eens een keer iets opvallenders te dragen. Dan gewoon rood en nude en dat soort dingen. Trouwens, dit is een dupe van MAC Candy Yum Yum of zo, weet ik het hoe die heet. Maar die dus. En dit is echt gewoon een super mooie kleur. Dus die dus. En daar komt iets anders over op de camera volgens mij of niet. Ik weet niet. Maar het is wel heel erg mooi en betaalbaar. En mooi. Dan het laatste is de W7 in de Nude. En dit is nog steeds gewoon mijn favoriete budget highlighter. Gewoon, ik... Highlighter. Nou, budget... oogschaduwpalet. Ja, het is super fijn. Het is een mooi doosje. Het is gewoon, ja, het is ook gewoon super fijn om te gebruiken. En ja, dit is gewoon echt gewoon super mooi. Trouwens, wat ik dus echt super vaak gebruik is deze roze kleur. Ja, roze, ik weet niet, matte tint en dan deze kleur. Ja, een soort van goud rosé-achtige kleur. Dus deze. En dan gebruik ik soms ook deze als binnenste ooghoekkleur. Of deze kleur. Dat is ook super mooi. Zo, deze is die S, jongens. Dan was dit mijn video weer. Dus doe zeker een duimpje omhoog als ik dit vaker moet doen met make-up.
En ook met bijvoorbeeld merken, dus Essence, Etos, Catrice, dat soort dingen. Dus laat weten hier beneden. En dan was dit mijn video weer. Dus doe zeker een duimpje omhoog als je het leuk vond om te zien. En dan zie ik jou bij de volgende video weer. Dus tot snel weer. Dus doei doei.